Hallo? Waar ben je? Huh? Wat heb jij nou voor je ogen? Oh, ik denk dat je ergens daar bent, of niet? Ja, je kijkt de goede kant op, Rick. Nou, ik kijk niet echt, hè? Oh, nee. Nee, maar jij wou wat zeggen? Ik wil zeggen, kan je mij wel zien? Nee, ik kan niks zien. Ik heb iets voor mijn ogen. Weet je, Rick, zullen we dan een leuk spelletje gaan spelen? Ja, dat is goed. Wat had jij bedacht? Nou, kijk, jij ziet het niet, maar Nee. ik wel, want hier liggen drie lekkere dingen. Oh, lekker. Ja, en weet je, dan kunnen de kinderen zien wat het is, maar jij niet. En wat moet ik met die lekkere dingen dan doen? Nou, die geef ik aan jou. En dan mag jij een stukje proeven en dan moet jij het raden. Ik moet raden welk ding dat is. Wat Wat ik in mijn mond heb. het is, ja. Dan moet je zo'n beetje. Ga je zo'n beetje proeven en dan ga je het raden. Ja? Ja, doe maar. Oké. Doe, ja, zo spannend. Spannend. Hier komt de eerste, Rick. Alsjeblieft, kom je erbij? Ja, ik weet. Ik heb hem Hier. helemaal. Ja, je hebt hem ook. Oh, ja. Doe maar Oh, een klein stukje. dat voelt als een grote. Eens even zien. Het kraakt een beetje. Is het een cracker? Oh, het lijkt er een beetje op. Is het geen cracker, maar nog een hapje hoor. Hij is wel lekker hoor. Je mag hem niet helemaal. Nee, oh, ik heb hem echt al bijna op. Ja, maar ik denk dat ik het weet. Oh. Het is een rijstwafel. Ja, heeft hij het goed, jongens en meisjes? Ja, hè? Knap zeg, Rick. We doen de volgende. Oh, die is wel een beetje klein, Rick. Ja. Kijk, proef maar. Hier, zo is hij. Oh, je laat hem vallen. Ja. Ja. Ik heb hem hoor. Goed. Hij is gek. Hij is gewoon, voelt een beetje gek. Koekjes zijn toch altijd glad? Nee, er zitten bobbeltjes op, Rick. Ja, ik voel dat. Maar hij is wel zoet. Weet Met je het? een beetje met suiker. Ja. Nootjes. Oh ja. Is het dan. Ach, een biscuitje? Nee. Een Maar je had het wel goed krakeling. hoor. Een krakeling, daar zit ook suiker op. Nee, Nee? het was niet de drakeling hoor, nee. Nou, zeg het dus dan. Nou, ik weet niet zo goed hoe ze heten, maar het zijn gewoon wel koekjes met suikertjes en nootjes. Lekker, hè? Goed zo. We gaan naar de volgende, Rick. Even kijken. Deze. Even voelen hoor. Hé, grappig. Dat voelt ook zo leuk. Ja. Hij plakt een beetje hoor. Even denken. Oh, hij is echt super lekker. Ik weet het al wat het is. Het is ja, zo'n wafel. Zo'n stroopwafel. Nog één hoor. Goed. Oh, maar Rick. oh, wacht. Jij wil natuurlijk ook een beetje. Rick, je zit stiekem te spieken, hè? Nee, Ik zie toch? het wel. Nee. Oh, Niet dus. oh, je kon het gewoon wel zien, de stroopwafel. Echt? Oh, dat is wel een beetje vals spelen hoor, Ja, Rick. ja. Hey, maar volgens mij gingen wij ook nog samen andere dingen doen. Oh ja. Zullen we daarna gaan kijken? Oh ja, dat gaan we doen, ja. Gaan we kijken naar het verhaal uit de Bijbel. Dat doe ik hem ook even af hoor. Ja, dat Anders is kan goed. ik helemaal niks meer Ja, zien. goed Zo, zo. zo. En volgens mij gaat het ook over iemand die niks kan zien. Precies. Gaan we Oké, dat bekijken. dat gaan we doen. Tot straks, jongens en meisjes. Geef me wat geld. Mag ik wat geld, alstublieft? Aan de kant van de weg zit een man. Hij heet Bartimeus. Hij houdt zijn hand omhoog en roept steeds maar weer: 1 cent, 1 cent, alstublieft. Hè? Waarom gaat deze man niet werken om zijn geld te verdienen? Nou, dat kan niet, want deze man, Bartimeus, is blind. Hij kan helemaal niets zien en daarom kan hij ook niet werken. Al vanaf dat Bartimeus een heel klein babytje is, kan hij niets zien. En hij zit elke dag buiten aan de kant van de weg.
En hij roept steeds, mag ik wat geld? Alsjeblieft, geef mij wat geld. Sommige mensen stoppen wat geld in de handen van Bartimeus. Hij gooit het geld dan in zijn bakje en zo af en toe voelt hij hoeveel geld hij bij elkaar heeft. Als het genoeg is, kan hij er brood voor kopen. Bartimeus is ook wel eens verdrietig. Hij zou zo graag alles willen zien. Hoe zou de zon er eigenlijk uitzien? En de mensen? En de lucht? En de bloemen en de bomen? Hij weet het niet. Hij heeft het nog nooit gezien. Hij ziet niks, helemaal niks. Bartimeus ziet dan niets, maar hij luistert wel altijd goed wat de mensen die langskomen vertellen. Pas hoorde hij iemand vertellen over een heel bijzondere man die Jezus heet en dat hij mensen beter kan maken. Dat is gaaf, dacht Bartimeus. Als Jezus mensen beter maakt, dan kan hij mij vast ook wel beter maken. Maar ja, Jezus is er niet. En Bartimeus kan ook niet naar Jezus toe. Het is zo druk in de straten. Lopen is veel te gevaarlijk. Straks struikelt hij nog. En zo zit Bartimeus iedere dag weer op zijn eigen plekje tegen de muur. En houdt hij zijn hand omhoog. Geef me wat geld, alstublieft, geef mij wat geld. Maar opeens, Bartimeus stopt met roepen. Wat hoort hij daar? Hoort hij daar de naam van Jezus? Ja, iemand zegt dat Jezus heel dichtbij is. Maar, dan moet Jezus bij hem komen. Jezus kan hem weer beter maken, dat weet hij zeker. Jezus, help mij, Jezus, alstublieft, heb medelijden. Begint Bartimeus heel hard te schreeuwen. Zou Jezus het wel horen? Stel je voor dat Jezus het niet hoort en zomaar doorloopt. Nog harder gaat Bartimeus schreeuwen. Heer Jezus, kom toch alstublieft bij me. De mensen die langs Bartimeus lopen, stoppen hun vingers in hun oren. Zo hard schreeuwt Bartimeus. Schreeuw toch niet zo hard, joh, zeggen ze boos. Maar Bartimeus denkt er niet aan om te stoppen met roepen. Hij wil zo graag dat Jezus naar hem luistert en daarom gaat hij nog weer veel harder schreeuwen. Jezus, help me! Jezus? Jezus loopt tussen heel veel mensen in, maar opeens blijft hij staan. Hij hoort Bartimeus roepen. Roep hem bij mij, zegt Jezus. Iemand loopt naar Bartimeus toe, helpt hem overeind en brengt hem bij Jezus. Wat is Bartimeus blij! Eindelijk is hij bij Jezus! Jezus kijkt naar Bartimeus. Hij weet dat Bartimeus gelooft dat Jezus hem beter kan maken. Jezus vraagt, wat kan ik voor je doen? Ik wil graag kunnen zien, zegt Bartimeus. Omdat je op mij hebt vertrouwd, zul je weer kunnen zien, zegt Jezus. En dan? Wat een wonder! Opeens kan Bartimeus zien. Vol verbazing kijkt hij om zich heen. Hij ziet opeens alles. Hij ziet ook de Heer Jezus staan en alle mensen. Hij ziet de mooie blauwe lucht en vogels vliegen. Oh, wat gaaf! Jezus heeft het roepen van hem gehoord en hem beter gemaakt. Wat is Jezus toch machtig! En dat schaaltje met geld? Dat vergeet Bartimeus helemaal. Dat heeft hij niet meer nodig. Hij gaat met Jezus mee. Hé, hey Rick? Ja? Ik zie hier iets heel moois hangen hier beneden op die rode papiertjes. Wat is dat? En er staan ook cijfers op. En steeds een plaatje van een verhaal. Oh, heb jij dat al gemaakt? Nou, een beetje. Samen met mijn mama. En dan hebben we al die plaatjes van deze, hebben we allemaal uitgeknipt. En op die allemaal opgeplakt. En dan gaan we samen straks, gaan we er het verhaal bij schrijven. Van deze. Die gaan we dan het verhaal opschrijven. Oh, wat leuk. Wat een goed idee. Misschien kunnen de kinderen dat thuis ook wel doen met hun mama of mama. Nou,
Eigenlijk heb je alleen maar een extra papiertje nodig en een schaar en lijm. Oh ja, ik vind het echt een goed idee. Oh, hij valt bijna, Rick. Zie je dat? Ja, ach, ja, we gaan er toch zo verder mee spelen, hè? Precies. Hé, en weet je, jij hebt al stiekem een beetje geknutseld. Ja. Maar ik heb al stiekem het liedje geluisterd. Ja. Hé, hey, dat is een vrolijk geluidje. Ja! Oh, je hebt het in één keer goed. Het gaat over een vrolijk geluid, Rick. Ah, oh, ik weet het. Maak een vrolijk geluid.